boeken hebben echt een slechte naam gekregen. Ik bedoel, als je deze video kijkt, is er een hele grote kans dat je lezen niet leuk vindt. Het onderzoek blijkt namelijk ook dat in de afgelopen jaren het aantal jongeren dat leest enorm gedaald is. Ik had echt een soort haat ook voor boeken. Ik bedoel, in diezelfde tijd kan je ook gewoon een film kijken of zo, toch? Maar ik besloot alsnog een kans te geven. En ik besloot 3 boeken te lezen. En in deze video vertel ik je precies wat ik van die 3 boeken geleerd heb. En in het speciaal ook veel over dit laatste boek wat ik gelezen heb. Want die veranderde oprecht een beetje mijn leven eigenlijk. Ik had nooit in mijn hele leven kunnen denken dat ik hyped zou zijn over een boek. Maar exact daarom maak ik deze video. Ik zal van al die boeken kort vertellen wat erin stond en wat ik ervan vond, zodat je ze zelf niet hoeft te lezen. En deze video is er namelijk ook totaal niet om je te vertellen van, oh, ga lezen of zo, want I don't give a shit of je gaat lezen of niet. Maar ik wil deze video maken om je iets meer te vertellen over dit boek, wat me best wel inspireerde. En om te vertellen wat best wel normaal is, dat mensen lezen een stuk minder leuk vinden. En voor mijn gevoel zijn er 2 main dingen die daarbij een rol spelen. De laatste vertel ik je helemaal aan het einde van de video, maar de eerste is voor mijn gevoel school. Helemaal back in the days mochten we soms wel iets leuks lezen, zoals het leven van een loser of... En ik vind Dolfje weer Wolfje of zo. Maar voor mij in ieder geval, eenmaal bij de middelbare school aangekomen, veranderde dit volledig. Naast het feit dat boeken iets negatiefs werden, want ik bedoel, je moest leren en biologieboeken, wiskundeboeken, al dat soort dingen. Was het ook zo dat de niet-leerboeken die je dan moest lezen in die periode, bijvoorbeeld voor Nederlands of zo, ook meteen literatuurboeken waren. Van die saaie verhalen met een of andere moraal of zo. Ik vond het in ieder geval niks. Maar goed, natuurlijk moest je het wel lezen. Ook voor je leeslijst, voor je afstuderen, al dat soort dingen. Je moest verplicht boeken lezen die je vaak niet eens leuk vond. En hoewel we allemaal altijd iedere dag heel veel lezen, en dat bedoel ik op TikTok of de tekst die nu op beeld staat, die lees je natuurlijk ook, zijn boeken toch wel echt anders. En toen ik van de middelbare school afkwam, had ik echt als voornemen om nooit meer een boek te lezen. Maar er was wel iets anders wat ik heel erg graag wilde doen. Ik wilde namelijk nog meer doen met online content creation op onder andere YouTube. Ik wilde nog meer bereiken, mezelf verbeteren, weet je. Ik wilde leren hoe je online een business kon starten en alles. Dus ik begon heel veel YouTube video's hierover te gaan kijken. Maar oké, wat heeft dit allemaal te maken met boeken? Heel veel kanalen die ik keek beveelden ook heel erg vaak een aantal soort boeken aan. Ook ging het er vaak over dat de meest succesvolle mensen ter wereld allemaal 1 ding gemeen bleken te hebben. Ze bleken allemaal boeken te lezen. Ik verbaasde me een beetje. Ik bedoel, ja, ik kende boeken eigenlijk alleen maar als gewoon gare, saaie dingen. Hoe kon dit? Nou ja, door deze video's kwam ik erachter dat er niet alleen maar wiskunde en saaie literatuurboeken bestonden, maar ook boeken om je daadwerkelijk jezelf te verbeteren als het ware. Zogenoemde self-improvement boeken. Letterlijk iets wat je leest en je daardoor een beter persoon zou worden. Ik was toen en ben nog steeds bezig met, als het ware, proberen de best mogelijke versie van mezelf te zijn. Weet je, als er een multiverse zou zijn, dan nee, maar ik dacht destijds van, oké, ik wil beter worden met YouTube. Ik ga een YouTube-boek kopen. En ja, ik probeerde hem te lezen, maar het was gewoon zoveel. Ik was niet gewend. En dit alles gebeurde in 2022, terwijl alles ook weer open ging. En voor het eerst sinds corona kon ik eigenlijk weer meer dingen gaan doen. Het zat gewoon echt niet in mijn ritme. Maar uiteindelijk lukte het me om uit te lezen. En heel eerlijk, nee, het was helemaal niet zo'n goed boek. Er stonden gewoon heel veel basic dingen in die ik echt allemaal al wist. Natuurlijk omdat ik ook al wel iets langer bezig was met YouTube. Het was een echte beginner's guide als het ware. En vooral omdat YouTube natuurlijk ook constant verandert met nu ook shorts en alles. Ja, het was inmiddels ook een beetje een soort outdated boek geworden. Er stonden heel veel soort voorbeelden in. Maar ja, wat heb je aan de voorbeelden? Ik bedoel, heel cool dat iemand zeg maar 15 miljoen miljard abonnees heeft gehaald. Maar ja, wat heb ik daaraan? En qua samenvatting van het boek zou ik eigenlijk zeggen dat er 2 key takeaways zijn. Nou ja, er staan wel wat interessante dingen in. Maar allereerst 1 voor YouTubers ook. Je moet ervoor zorgen dat je thumbnail, ja, een beetje een soort mysterie creëert. Mensen moeten denken van, oh hey, wat gebeurt er op deze thumbnail? Wat gebeurt hier? En dan klikken ze. En ook nog dat, nou ja, een beetje dingen zoals de rule of thirds. Dus dat je gewoon een thumbnail, als je een goede thumbnail wil, dat je het in 3 kan verdelen. Eigenlijk gewoon echt super algemene dingen. Ze leggen zelfs ook in het boek nog even uit dat je überhaupt geld kan verdienen met YouTube. Alsof zeg maar mensen dat niet weten, zeg maar, die dit boek lezen of zo. In het begin had ik dit boek onder andere gekozen omdat ze ook Mr. Beast hier verwezen. Maar ja, nee, dat stelde dus niet zo heel erg veel voor uiteindelijk. En ik zou hem niet aanbevelen. Nee, het was meteen een eerste ervaring met lezen die zeer matig was eigenlijk. Wellicht deed ik het fout en was dit boek toch te specifiek eigenlijk. Ik moet eigenlijk nog veel globalere boeken lezen die me daadwerkelijk op alle vlakken eigenlijk kunnen helpen. Ik besloot het Knowledge Try te geven en besloot het boek The 4-Hour Workweek te lezen. En dit boek was meteen een stuk interessanter. Ik heb het boek op dit
dit moment aan iemand anders uitgeleend om te lezen. Maar ik heb al notities gemaakt en ik zal de 7 belangrijkste dingen die ik heb geleerd uit het boek even kort vertellen, zodat jij hem niet hoeft te lezen. En vind je het niet interessant, dan kan je hier via de timestamp dingen doorskippen. Allereerst heeft hij het in het boek ook heel erg veel over de 80-20 regel. Het idee dat vaak 20% van iets wat je doet leidt tot 80% van de uitkomst. Bijvoorbeeld als je verschillende baantjes hebt, dat 20% van de baantjes zorgt voor 80% van het geld wat je krijgt. Maar er zijn nog heel veel meer van dat soort dingen. En hij zegt dan vooral dat je moet kijken naar welke 20% er dan voor zorgt dat die andere 80% gemaakt wordt. Bijvoorbeeld bij een bedrijf dat je dan alle andere dingen moet cancelen en zo. Maar ik heb er wel even een mening over. Die staat hier voor als je het zelf wil lezen. En anders gaan we door naar het volgende ding. Ook vermeld in het boek Parkinson's Law. Dit vond ik wel heel interessant. Het is namelijk zo dat mensen werken beter als er een kortere deadline is. Waarbinnen iets moet gebeuren. Als je bijvoorbeeld zegt van iets moet binnen 4 uur af zijn. Dan kun je niet gaan kijken naar perfectionisme en alles, ja, een beetje optimaliseren en zo. Dat is wel belangrijk. Maar mensen werken gewoon veel beter onder druk. In het boek stond dat het belangrijk was om je chillplek en je werkplek gescheiden te houden. Nou ja, hiernaast me zit mijn bed, dus ik faal daarin. Ook heeft hij in het boek over dingen batchen, als het ware groeperen. Dus hij zegt van, nou ja, je moet ervoor zorgen dat je bepaalde gelijke dingen tegelijkertijd doet. Of bijvoorbeeld je mail checken of zo. Zorg ervoor dat je het 1 of 2 keer maximaal per dag doet. En dat dan gewoon in 1 keer alle maildingen doet. Anders moet je telkens weer overswitchen van mindset als je verschillende dingen doet. En de hele titel van de 4-hour workweek van het boek komt dan eigenlijk ook van het feit dat hij zegt van, je mag maar 4 uur per week aan bepaalde dingen werken. En omdat je dus zo'n zelve korte, krappe tijd zet, moet je wel heel snel dingen gaan doen. Anders krijg je het niet af binnen de 4 uur. Want na die 4 uur mag je er niet meer aan werken. Dat is zijn hele filosofie als het ware. Overal vond ik het een heel erg interessant boek, die me oprecht een beetje inspireerde ook om nog meer te gaan reizen, want dat kwam er ook heel erg in veel in voor. Maar ergens merkte ik wel heel erg dat het boek wel een beetje geschreven was meer richting de mensen die fulltime bij een baas werken ook en zo. Dat heb ik zelf niet, maar ja, misschien andere mensen wel, dus dan is hij misschien nog interessanter voor anderen. Overal was het een heel goed boek, wat mij zeker inspireerde om nog meer andere boeken te gaan proberen, maar ik voel wel dat er inderdaad nog iets beter kon. Hoewel ik alsnog maar in 2023 dat ene boek als enige gelezen had, kreeg ik toch een klein voorproefje van hoe daadwerkelijk goede boeken konden zijn. 1 matige, 1 iets betere, 3 keer Escape Track Rise. Ik was zo een beetje onderzoek te doen naar wat voor boeken nou eigenlijk echt goed zijn. Ik kijk letterlijk tierlists hiervan en zo. En ik besloot te gaan voor Atomic Habits. Dit boek gaat eigenlijk volledig over habits, over de gewoontes. De dingen die je in het normale leven vaak doet. Bijvoorbeeld je ochtendritueel, of als je gaat douchen en boterham maken en zo. Maar het gaat er vooral over dat voor iedere keuze die je brein moet maken, je brein weer iets meer moeite moet doen. En door een bepaald iets, een habit of gewoonte te maken, kun je je brein, zeg maar, ja, besparen. En op die manier dan je brein gebruiken voor andere dingen die wel echt belangrijk zijn. Het boek geeft je allerlei tools om de habits te maken. En vertelt je ook dat als je deze hele kleine habits maar lang genoeg blijft doen, je op een gegeven moment wel hele grote resultaten kan krijgen. Ik zat soms echt mee dat ik echt overwhelmed was door alle hoeveelheid projecten die ik had. En eigenlijk precies daardoor vaak niks deed. Er zijn zoveel verschillende projecten en video's die af moeten, et cetera, et cetera. En ik zei altijd een beetje over mezelf van, oh ja, ik hou van allemaal verschillende dingen doen. En dat zeg ik nog steeds. Alleen, het ding is ook een beetje, het is ook al fijn om een soort van structuur te hebben. En zo besloot ik dus gewoon een habit te maken van iedere dag iets editen. Al is het 10 minuten, maakt niet uit. Maar zo komen er in ieder geval video's af. In het boek geeft hij je 4 stappen, maar heel simpel samenvat. Het gaat om dat het duidelijk moet zijn, aantrekkelijk zijn, makkelijk en satisfying aan het einde. Anders ga je het volgens hem niet volhouden. Wat ik ook interessant vond, was het feit dat iedere keer als je iets doet, maakt niet uit wat, dan zoals hij het zegt, cast je een vote naar de persoon die je wil zijn. 1 keer een glas water drinken maakt je geen waterdrinker, maar als je heel vaak een glas water drinkt, dan heb je als het ware een soort punten. Zie je, dat een soort XP, weet je wel. Hoe vaker je iets doet, hoe meer je dat wordt. Een ander grappig dingetje vond ik dat, stel nou je hebt iets waar je heel erg blij van wordt, dan kan je dat via je brein linken aan iets anders. Bijvoorbeeld, stel nou je weet dat je blij wordt van het aaien van een hond. Dan kun je bijvoorbeeld doen dat je 3 keer diep ademt, daarna glimlacht en daarna de hond aait. En als je dat maar vaak genoeg doet, kan je op een gegeven moment ook je brein alsnog blij maken, al zou je alleen maar, zeg maar, ademen en glimlachen, zonder dat de hond er is. Klinkt heel complex allemaal, en dat is het ook. Maar het is wel heel interessant. Er staat oprecht zoveel in het boek, ik kan het bijna niet eens al kwijt in deze video, maar ik zal op henryknapp.nl/boeken nog even gratis al mijn notities van alle boeken zetten, zodat je ze nog rustig even kan lezen als je dat leuk vindt. Maar ja, Atomic Habits is dus zeker een soort van mijn leven veranderd, want ik denk nu bij
bij bijna alles wat ik doe steeds meer alsof het een soort, ja, habit is, weet je. En het is me eindelijk een soort van gelukt om gewoon consistent te editen. Maar weet je wat ik het in het begin er nog over had? Dat er twee dingen waren die lezen, ja, voor mijn gevoel minder maakten. De ene was school, maar voor mijn gevoel is de andere echt by far TikTok. Als je naar een hele korte video kijkt op TikTok, krijg je eigenlijk al heel erg snel vaak binnen 60 seconden, ja, het reward, de beloning voor het daadwerkelijk afkijken van dat stukje content. Hetzelfde heb je natuurlijk met YouTube-video's, alleen die zijn natuurlijk wel weer iets langer, maar... Het ding is meer, een boek is een soort hele lange YouTube-video die je op je eigen tempo kan bekijken. Als je snapt wat ik bedoel. Maar het ding is ook, je hoeft hem niet in één keer af te kijken. Vroeger dat ik eerst van boeken moet je in één keer altijd zo hele lange pagina's lezen en zo. Maar wie boeit nou eigenlijk als je een jaar over een boek doet? Wat maakt het uit? Ik bedoel, op school heb je wel deadlines, dan maakt het zeker wel uit. Maar als je voor jezelf leest, dan ja, boeien. Het ding is alleen gewoon, je krijgt je reward van het uitlezen van het boek pas op een veel latere tijd. En dat is nog best wel moeilijk met deze hele TikTok-era waar we nu in zitten. Maar als het je lukt om een beetje uit te lezen, is het daarna wel extra satisfying. Voor mij zo satisfying dat ik deze video wilde maken. En begrijp me niet verkeerd. Trouwens, ik scroll echt heel veel op TikTok en ik kijk dan juist meer series dan dat ik eigenlijk vroeger keek. Maar nou heb ik ook gewoon in mijn ritme op een of andere manier gekregen dat ik ook gewoon soms een boek lees. Door Atomic Habits kwam ik er eigenlijk achter dat ik, ja, ook door één pagina per dag op een gegeven moment wel een boek uit kon krijgen. En ja, ik had geen zin en tijd om te lezen, zei ik altijd. Maar ja, één pagina per dag, dat is echt letterlijk... 2 minuten, wat helpt. En weer die habits. Ik heb ook van series kijken een habit gemaakt. Gewoon iedere dag kijk ik even 20 minuten iets van een serie. En zo word ik iedere dag, door zowel het lezen als de serie als het editen, 1% beter als het ware. En dan zou je kunnen zeggen, ja, je hebt toch ook gewoon YouTube-video's en alles hiervan. En dat is zeker waar, maar ik zie een boek gewoon als een hele lange YouTube-video. Of meer als een gebundelde playlist of zo. En sommige boeken zijn wel erg goed ook. En sommige boeken zijn niet zo goed. Hetzelfde heb je met YouTube-video's. Maar ik zelf heb nog niet genoeg boeken gelezen om je meerdere boeken aan te kunnen bevelen. Dus je weet dat ik over 2 jaar wel een nieuwe video waarin ik zeg van, oh, dit zijn de 15 beste boeken, of weet ik veel. Voor nu zou ik je in ieder geval vooral Atomic Habits dus aanbevelen als je iets wil lezen. En er zijn ook heel veel mensen die, nou, alsnog verhaalboeken lezen en daar heel veel plezier uit halen. Again, hier heb ik geen verstand van verder, maar misschien haal jij daar wel heel veel plezier uit, maar ik zelf zou dan weer liever eerder een serie kijken. De series kijk ik voor ontspanning en de boeken lees ik dan weer om net 1% beter te worden telkens. Maar goed, ben je nou geïnspireerd om een keertje een boek te proberen, of denk je alsnog van fuck dat? Hey, is ook helemaal goed. Ik wil je vooral wel wat vertellen over boeken in het algemeen. En over een aantal interessante boeken die ik dus gelezen had. En waar ik, ja, iets van geleerd had eigenlijk. Nou, in de komende 3 jaar ga ik dus heel veel boeken lezen. Maar wil je nou zien wat ik de vorige 3 jaar heb gedaan? Nou ja, ik maakte onder andere 20 virale sites. Meer daarover weten? Check dan nu de video die op beeld staat. Die vind je vast ook leuk als je deze video ook leuk vindt.